Vuurwerkknallen. Je hoort ze al geregeld en daar blijft het niet bij. Deze brand in Nijmegen is mogelijk veroorzaakt door vuurwerk en in Waardenburg ontstond een opstootje. Goedenavond. En verder. Gelderland heeft de primeur met horseball. De nieuwe sport is overgewaaid uit Frankrijk. De Nederlandse aftrap was in Ermelo. En meezingen naar hartelust. Dat mocht vandaag samen met het Gelders Orkest. Twee incidenten vannacht met vuurwerk. In Nijmegen woedde een flinke brand bij het creatief centrum in de wijk Tolhuis. In Waardenburg moest de politie optreden bij een opstootje met jongeren die pallets in brand staken en gooiden met vuurwerk. Het Nijmeegs cultureel centrum is door de brand maandenlang gesloten. Bij daglicht is het gevolg van de brand goed te zien. De brandweer vermoedt opzet. Wat de voorzitter van het creatief centrum betreft is dat zo goed als zeker. Nou, de brandweer heeft dus vannacht even onderzoek gedaan, maar vanmorgen is het dus forensisch team geweest. En die hebben alles uit zitten spitten. Nou, ik moet zeggen, mijn petje af voor die mensen. Hoe die op de grond gaan liggen en alles met een lepeltje omscheppen. En dat kwam dus uit voordat er vuurwerkresten gevonden zijn. De brand werd gisteravond om 11 uur ontdekt. Het vermoeden bestaat dat de brand bij de toiletten is begonnen. Door een open raam zou vuurwerk naar binnen zijn gegooid. De rookschade en de roetschade is enorm. En daarbij hebben ze dus de plafonds allemaal los moeten maken. Ook vanwege dus de brand die tussen de plafonds zat en het dak. Ja, het is enorme schade. 450 mensen maken gebruik van het creatief centrum. De kerstmarkt van 20 december gaat niet door. En ook alle andere activiteiten zijn afgelast. Dat kan zeer zeker niet, nee. Want jullie zijn zelf binnen geweest. Je ruikt hoe het is en het proefvies. En ja, je kunt hier geen mensen inzetten. Hoe lang gaat dat duren? Wij hopen 3 maanden. We gaan morgen met de gemeente in conclave en dan gaan we kijken wat eruit zal komen. Niet alleen in Nijmegen ging het vannacht dus mis, maar ook in Waardenburg zorgde vuurwerk voor de nodige overlast. Rond 12 uur vannacht kwam de politie af op een melding van een brand midden in het dorp. Jongeren hadden daar een zogeheten vreugdevuur gesticht. En dat leidde tot een confrontatie met de politie. Volgens ooggetuigen was er sprake van een grimmige sfeer. Jongeren zouden de politie hebben bekogeld met vuurwerk bij het café hier achter mij. De politie kwam met 5 wagens ter plekke om een eind te maken aan de onrust. Het vreugdevuur werd uiteindelijk door de politie gedoofd en 2 jongeren werden aangehouden. Rond Oud op Nieuw is het vaker onrustig in Waardenburg. Zo moest vorig jaar tijdens Nieuwjaarsnacht de ME eraan te pas komen om een eind te maken aan ongeregeldheden en uit de hand gelopen vreugdevuren. 23 jongeren werden toen opgepakt. Vitesse heeft vanmiddag met 1-1 gelijk gespeeld bij FC Groningen. Het was de 7e wedstrijd op rij die de Arnhemmers niet wisten te winnen. Ook in Groningen wist Vitesse een aantal grote kansen niet te benutten. En dus gingen de Arnhemmers met een 1-1 gelijkspel terug de bus in. Vandaag 1-1, een terechte uitslag? Ja, dat weet ik niet. Mogen jullie beoordelen. Wel een teleurstellende uitslag? Dat vind ik wel, want ik vind dat we aan een punt niks hebben. Vitesse wil winnen iedere wedstrijd. En dat willen we hier ook in Groningen. Na een heel moeilijk begin hebben we daar denk ik ook volop kansen toe gehad. Ik denk als je alle kansen naast elkaar legt dat het misschien wel een gelijkspel een terechte uitslag zou zijn. Goed spelen, kansen creëren, maar dan niet winnen. Word je er wel eens moedeloos van? Moedeloos niet, maar het is wel frustrerend. Hè? Omdat je dus ook als trainer iedere keer hetzelfde verhaal moet vertellen. Maar goed, jullie zien ook de wedstrijden. Dus ja, als ik een lulverhaal vertel, dan neem ik aan dat jullie mij corrigeren. Maar dit is het verhaal. Dat zullen we zeker doen. Dankjewel. De laatste kans voor Vitesse om dit kalenderjaar nog te winnen is volgende week. Dan speelt de Arnhemse club thuis tegen Heracles. Het wordt ook wel het polo voor de armen genoemd. Horseball. Een nieuwe paardensport met daarin elementen van handbal en basketbal. Steeds meer jongeren haken af omdat ze dressuur en springen saai vinden. En met deze explosieve teamsport hoopt de bond jongeren weer enthousiast te maken. Op het Nationaal Hippiecentrum in Ermelo werd de sport gepresenteerd. Zijn je
eigenlijk een hele nieuwe sport. En het is een zeer uitdagende sport. Ik ben eigenlijk een teamplayer. Ook best wel intensief. Ja, in het buitenland is het veel bekender. En ja, nou proberen we het hier een beetje op te zetten. Je speelt 4 tegen 4, 10 minuten zeg maar effectieve tijd. Tijd wordt gestopt als de bal buiten het spel is. Je moet 3 keer overspelen met een verschillende speler. Dan pas mag je een doelpoging ondernemen. Het doel is een soort basket wat op 3,5 meter boven de grond hangt. En je mag daar op alle manieren proberen de bal in te gooien. Ik vind ook polo voor de armen eigenlijk niet zo'n goede benaming. Het is, wij moeten eigenlijk allemaal ons eigen paard hebben. Ik moet er elke dag naartoe. Je moet naar je trainingen, je moet je eigen vervoer hebben. Dus ik denk zeker niet dat het polo voor de armen is. En ik denk dat het ook een gewaardeerde paardensport kan zijn. Geluk en ongeluk gingen deze week hand in hand. Zo bleek een goedkoop kringloopschilderij ineens duizenden euro's waard. Het brengt de eerste kou een beetje weg, maar niet, dit hele huis blijft natuurlijk koud. Hè? Minder geluk hadden de inwoners van een deel van Apeldoorn. Zij zaten dagenlang zonder gas. Zometeen het weekoverzicht. Het centrum van Tiel stond vandaag in het teken van de Engelse schrijver Charles Dickens. De straten waren omgetoverd in een 19e-eeuwse sfeer. Zo liepen er karakters rond uit het beroemde kerstverhaal A Christmas Carol. Er waren optredens van kerstkoren en er was een kerstmarkt. Ook reed er een oud Arreslee-koets rond. Arnhemse muzikanten die optreden in Arnhemse woonkamers. Dat is het festival Muziek bij de Buren. De inwoners van Arnhem kunnen zo kennis maken met elkaar. En om die verbroedering kracht bij te zetten, trapten enkele leden van het Gelders Orkest het festival af. Zij speelden de 9e van Beethoven en alle mensen werden broeder. En de bezoekers neurieden mee. Verbindt wel, dus dat is een leuk thema voor vandaag. Een grootse aftrap van het muziekfestival Bij de Buren. Maar na het fanatiek meeneurien gingen de bezoekers hun eigen weg en kozen voor een intiem optreden in een van de huiskamers. De bezoekers hadden een ruime keus. 77 huiskamers vulden zich met muziek, van indie rock tot jazz. Ruim 130 verschillende optredens waren te bezoeken. De meest verrassende locaties, maar ook de optredens natuurlijk, hè? Daar kom je voor. Het plan is om volgend jaar in Nijmegen hetzelfde festival te houden. Vanaf vandaag rijdt er vanaf elk NS-station om het half uur een trein. Het traject Ede-Wageningen-Arnhem was een van de laatste plekken in Nederland waar slechts 1 trein per uur reed in de daluren. Ook vanaf de tussenliggende stations Wolfhezen en Oosterbeek vertrekken nu om het half uur treinen. Vanaf vandaag rijden er ook nachttreinen tussen de Randstad en Arnhem en Nijmegen. Ze zijn vaak gevlucht uit de ergste brandhaarden in de wereld. 350 vluchtelingen die worden opgevangen in de voormalige gevangenis De Kruisberg in Doetinchem. Vandaag hadden ze een bijzondere middag. Naast een optreden van de puur Achterhoekse band Boy Foytoch werden ze ook getrakteerd op klanken die voor hen bekender in de oren klinken. Deze zanger krijgt het publiek in beweging nadat hij vanmiddag spontaan op het podium klimt. How do you like the music? Ik vind het leuk. De asielzoekers krijgen allerlei muziekoptredens voorgeschoteld. De middag wordt georganiseerd door tientallen vrijwilligers. Dat zijn buurtbewoners die het beste met deze mensen voor hebben. Ze komen uit hele akelige, erbarmelijke omstandigheden, oorlogsgebied. We willen ze eigenlijk gewoon toch een dag aanbieden waarin ze even kunnen vergeten wat ze hebben meegemaakt. Dat ze een leuke, gezellige dag hebben. Ook de kleinsten worden niet overgeslagen. Zij mogen knutselen
en Vreubelen. Inwoners van Apeldoorn zitten een week zonder gas, opnieuw ontslagen bij uitgever Wegener. En heel Gelderland komt in actie voor de voedselbank. Het overzicht van de afgelopen week. Voor het eerst laat koning Winter merken dat hij eraan komt. Gladheid en dichte mist zorgen voor de drukste ochtendspits van het jaar. En net als de temperatuur daalt, zit een deel van Apeldoorn voor de tweede keer dit jaar zonder gas. De gemeente deelt elektrische kachels uit tegen de kou. Het brengt de ergste kou een beetje weg, maar niet, dit hele huis blijft natuurlijk koud, hè? Het duurt bijna een week voordat de ruim 500 getroffen adressen weer zijn aangesloten. 11.000 Gelderlanders zijn afhankelijk van de voedselbank. Voor hen ging de actie Samen voor de Voedselbank van Omroep Gelderland van start. Over dit soort dingen hoef je niet systematisch na te denken. Je komt gewoon mensen tegen die geen geld hebben om eten te kopen. Dan moet je gewoon helpen. Is niet zo moeilijk. Daarom zamelt Omroep Gelderland samen met alle Gelderlanders tot en met 19 december zoveel mogelijk houdbaar voedsel in. Piet van Leeuwen, initiatiefnemer van het Airborne Herdenkingscentrum en de ontwerper van het Airborne Monument in Arnhem, is overleden. Volgens burgemeester Keizer verliest de stad met Van Leeuwen een groot Arnhemmer. Dit kunstwerk werd voor 17,5 euro bij een kringloop gekocht. Restaurateur Guido Hengeveld uit Doesburg ziet dat het om een werk gaat van Oscar Halle. En dat betekent dat het veel meer waard is. 4.500 euro. Uitgeverij Wegener, waar de Stentor en de Gelderlander onder vallen, wordt overgenomen. De persgroep uit België wil flink in de regionale bladen investeren, maar eerst verdwijnen honderden banen. Is het overlast of een leuke traditie? Net iets meer dan de helft van de Gelderlanders vindt dat karbietschieten niet verboden moet worden. De meeste Gelderlanders zien wel wat in een vuurwerkverbod, als de gemeente maar voor een vuurwerkshow zorgt. En dan krijgt u nog het weer. Vandaag van Reinier van den Berg. Vanochtend zagen we vooral in het oosten van Gelderland, onder andere in de Achterhoek, nog een tijdje wat laaghangende wolken flarden. Plaatselijk was het wat mistig, maar overdag kwam de zon er goed aan te pas en werd het eigenlijk prachtig winterweer. Misschien moet je wel zeggen herfstweer, want echt winters is het natuurlijk ook weer niet. Hoewel het vanochtend op dit soort bruggetjes en stijgers natuurlijk wel een beetje berijpt was. Op de satellietbeelden zien we het grote wolkengebied waar we gisteren nog deels onder zaten. Maar inmiddels een strook met opklaringen voordat er een nieuw gebied met bewolking en een regenzone naar ons toe komt vanuit het westen. Maar vandaag zagen we dus brede opklaringen in Nederland, in Gelderland, tijdens de middag. En is het wachten op de nieuwe wolkenzone. Die trekt in de loop van de avond Gelderland binnen. En na middernacht volgt uiteindelijk ook de regen. Het is niet heel erg veel regen. En voor de regen uit, tijdens opklaringen nog temperaturen tot dicht bij het vriespunt. Een redelijk doorstaande zuidwestenwind vannacht. Zuid tot zuidwestenwind. En dan morgenochtend nog eventjes een grijze start, met name in het oosten van Gelderland. In de Achterhoek regent het 's morgens nog wel een paar uur een beetje door, maar dat trekt weg naar Duitsland. En erachter komen in de loop van de middag opklaringen Gelderland binnen, het eerst in het rivierengebied. En dan loopt de temperatuur 's middags op naar 7, lokaal 8 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Dinsdag een droge dag met af en toe zon. Heel enkel buitje is mogelijk, maar daarna vrij veel regen, weinig zon, veel hogere temperaturen tot 12 graden aan toe op de donderdag en op de vrijdag. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat vuurwerk op verschillende plaatsen al heeft geleid tot brand en overlast. En u zag het net nog, vandaag ging de nieuwe dienstregeling van de NS in. En morgen wordt het station Nijmegen-Goffert officieel geopend. Ik wens u nog een fijne avond.